Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 28 februari. De Star Company geeft onzicht in de speeldoos in Vught. Liemt druk in de weer met ijs en het start zijn voor een nieuw ecoduct. Rivier de Nijl was een heel erg belangrijk in die tijd. Alle mensen in Egypte waren op de een of andere manier afhankelijk van de rivier de Nijl. Heel belangrijk voor onder andere transport, maar die zorgde ook vooral voor de irrigatie. Nu bij Plus, Mario Kart Coins. Hey, Mario, die had ik nog niet. Spaar ze alle 24. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Bokstel en Albert Heijn Bokstel. Welkom bij DBC Nieuws, een samenwerking tussen Omroep Dommeland en Brabant Centrum. Het kan niemand zijn ontgaan. Het vriest in Nederland. En dan slaat de schaatskoorts snel toe. Een Elfstedentocht zit er waarschijnlijk niet in, maar lokaal kan er wel geschaatst worden. Bij Den Tip in Liemt zijn de handen ineengeslagen om de jeugd het ijs op te krijgen. Met man en macht werd er door vrijwilligers en met hulp van enkele lokale bedrijven gewerkt om de ijslaag dik genoeg te krijgen. DBC Nieuws reed geen scheve schaats en naar polshoogte bij de opening van de ijsbaan. Veel kinderen kwamen maandagavond kijken of er al geschaatst kon worden. Dat was nog niet het geval, maar gezellig was het al wel. De schaatsbaan werd gezegend door de kapelaan en officieel geopend door wethouder Peter van der Wiel. Na de opening was er tijd voor muziek en een lekkere marshmallow. Via het ijs maken we een bruggetje naar de natuur. Liemt kreeg namelijk een ecoduct. Afgelopen week werd het startsein gegeven voor de aanleg en werd het bouwbord onthuld. De enorme natuurbrug verrijst over het spoor op het drielandenpunt van de gemeente Bokstel, Best en Oorschot. De brug verbindt de natuurgebieden, de Scheken, de Mortelen en de Campina. Het wordt hierdoor het kloppend hart van het groene woud. Met de oversteek voor dieren komt ook het Van Gogh Nationaal Park een stap dichterbij. Dit natuurgebied strekt zich uit van Waalwijk tot aan Nuenen. En zo krijgen de edelherten die vorig jaar in de Scheken zijn uitgezet een veel groter gebied tot hun beschikking. De provincie Noord-Brabant, het Rijk, Brabants Landschap en ProRail zijn allemaal betrokken bij de bouw van het ecoduct. Begin 2019 moet de natuurbrug opengaan voor grote en kleine dieren. 8 vrouwen van het platform Females at Brabant hielden afgelopen zaterdag een Ladies Day in het gemeenschapshuis De Walnoot in Bokstel. Het was een gezellig uitje voor vriendinnen, zussen of voor moeder en dochter. Het vrouw zijn stond tijdens deze middag centraal. Voor iedereen was er wel iets te vinden, van modeshows met bruidsjurken tot cosmetica en fotoshoots. De feministisch ingestelde redactie van DBC Nieuws stuurde een man het hol van de leeuw in. We zijn hier op de Ladies Day. Ja, in Bokstel, De Walnoot. Leuk. Ja? Wat houdt het in? Wat houdt dat in? Dat houdt in dat je allerlei leuke kraampjes gaat vinden in allerlei verschillende hoeken. We hebben het een beetje praktisch ingedeeld dat overal wat leuk staat. Alleen voor vrouwen. Mannen maar, zijn niet welkom. Ik heb toch een... Loop alleen even. De standhouders die... Hallo meneer? Mijn dochter heeft een fotoshoot gewonnen. Van de Ladies Day. En ik moest haar assisteren. Ja, ja. Waarom staat u hier? Wat doet u? We hebben dus de HARA-producten en de verzorgende lijn en de schoonmaakproducten. En die willen we aan de man brengen. Aan de man brengen? Aan de vrouw brengen. Dat wou ik zeggen, ja. Hallo. Goeiedag, hallo. Ik zag net nog een man hier staan. Die is gevlucht. Die zag de camera aankomen en die dacht weg. Oké. Okay. Wat doet u hier? We hebben fairtrade jakwolle sjalen uit Nepal en handgemaakte henneptassen.
We zijn zelf in Nepal geweest en we hebben daar de barre omstandigheden gezien. We hadden zoiets van, nou, we gaan proberen of we dat hier aan de man kunnen krijgen. Ik hoor over de tweede keer iets aan de man brengen hier. Ja. Wijn en vrouwen. Heerlijk. Ja, dat is de uitstekende combinatie. Wijn en vrouwen. Ik durf bijna niet te vragen, maar ik zie een leuke dame en ik zie een stoel. Dank u. Ja. Ja, stoelmassage. Ja. Kan ik... Ja, ga uw gang. Ja, nou mensen, tot over een uurtje. Dan ben ik er weer. Ja, dat is toch energie, hè, die doorstroom. Ja. Ja, 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 dit is... Ja. Ik voel de energie. Ah! Bij Hospice Acacia werd afgelopen zaterdag stilgestaan bij het eerste lustrum. 140 mensen die er sinds 2013 zijn overleden werden herdacht door het ontsteken van even zoveel kaarsjes. 5 jaar geleden werd het hospice bij verpleeghuis Lidwina geopend. Terminale patiënten die thuis niet langer verpleegd kunnen worden, vinden in een van de 3 kamers een huiselijke en warme plek om afscheid te nemen van het leven. En ook voor hun familieleden is er een ontmoetingsruimte. Het hospice is volgens vrijwilligersorganisatie Stichting Nabij bijzonder omdat er naar de mens als geheel gekeken wordt. Niet alleen op medisch vlak, maar ook op spiritueel gebied. Vanuit deze gedachte en met respect voor iedere mens, met zijn of haar eigen wensen en voorkeuren, stellen de vrijwilligers alles in het werk om hun gasten tot het allerlaatste moment liefdevol te begeleiden. Dan nu iets heel anders. Transitie Bokstel en het goed hielden zaterdag weer een repaircafé in de kringloopwinkel aan de Industrieweg in Bokstel. Met deze middag wil de organisatie het voor elkaar krijgen dat mensen kapotte spullen niet weggooien, maar laten repareren. Zo is het mogelijk om kledingstukken een nieuw leven te geven, maar kunnen bezoekers er ook terecht met kleine meubels, fietsen, lampen en elektrische apparaten. Onze verslaggever ging een kijkje nemen en nam meteen de proef op dus om. We zijn hier bij het repaircafé. En u zit met een naaimachine, wat gaat u precies doen? Nou, mensen die iets te verstellen hebben en dat zelf niet kunnen, dat kunnen wij repareren. Ja. Nou zit ik even te denken, want ik heb een jas aan. En nou toch hier ben. Achter een deurklink blijven hangen. Maar die zou ik dan aan u kunnen geven. We hebben een Senseo-apparaat gebracht. Het lampje brandt wel, maar hij verwarmt niet. Wat is een leven zonder koffie dan? Nee, we gebruiken hem iedere dag. 2 keer per dag. Ja, maar nou niet. Nee, nou niet, nee. Hoe moet er nou dan? Ja, gewoon een koffie zetten, maar die vind ik niet zo lekker. Nou. Kijk, als je gewoon gaat naaien, dan heb je het allemaal plat en geknipt. En dan kun je precies doen in de goede volgorde waarin je het wil doen. En nou is de volgorde klopt niet meer. Oké. Want een zak doe je altijd eerst en dan pas de jas. En ja. Nou is de jas helemaal klaar. Natuurlijk. Moet ik de zak doen? Nee. Snap u? Eerst de zak en dan de jas. Ja, ja. Waar zijn we vandaag? We zijn bij het Goed in Bokstel. En wij samen met het Goed organiseren al 6 jaar het Repair Café. En wie zijn wij? Wij zijn een werkgroep in Bokstel. Wij heten Transitie Bokstel. Een transitie is alleen maar een beetje een hip woord voor verandering. Maar het gaat om duurzaamheid. Dat wij overgaan tot een samenleving met minder spullen en minder fossiele brandstof. Wat ik meegenomen heb, een radio. Een radio? Een radio waarvan de antenne kapot is. Lukt het met mijn jas? Het gaat helemaal lukken, ja. Wij hebben 2 strijkijzers en 1 snoer is stuk. En dan willen we de goede snoer op die andere strijkijzer zetten. We zijn er niet om uw huwelijk te repareren, dat is niet nodig? Nee, dat is niet nodig. Dat is niet nodig. U heeft een weegschaal bij? Ja, ik had hem laten vallen en misschien is het een elektronisch stuk of anders koop ik een nieuwe. Hij herkent de cd niet en die zit er wel in. Hij herkent de cd niet. Welke cd is het? Van wie? Wat zei u? Van wie is de cd? Welke artiest? Hoezo, welke cd? Deze? Ja, dat begrijp ik dat hij die niet herkent. Printer kapot? Ja, het is kapot. Wat doet hij helemaal niks meer? Of? Nee, op een gegeven moment toen was hij vastgeslagen. Of het papier was daaronder geschoten of iets, maar in ieder geval hij deed niks meer. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, daarachter zie je. Zondag veroverden kinderen van de Star Company uit Bokstel de harten van de toeschouwers tijdens een spetterend optreden in het Fuchse Theater De Speeldoos.
De Star Company is een opleidingstraject in Bokstel waarbij kinderen wekelijks bij elkaar komen en les krijgen in zang, acteren en dans. Elk project wordt jaarlijks afgesloten met een cd-opname met een videoclip en een benefietconcert in het theater. Producer Roel Jongenelen begeleidde de solisten zondagmiddag op gitaar en gaf het publiek hierbij een inkijkje in de manier waarop de Star Company werkt. Het kind staat centraal. Het gaat om hun groei en plezier in optreden. Deze middag sprongen de enthousiaste luisteraars meerdere malen uit hun stoel om de artiesten te belonen met een staande ovatie. Inge van de Biggelaar, oprichter van de Star Company, trad een paar keer samen met alle kinderen op. Ze zongen daarbij het speciaal voor dit project geschreven nummer Pak de Wereld Vast. De opbrengst van het concert komt geheel ten goede aan de stichting Het Vergeten Kind. DBC Nieuws maakte een compilatie van de optredens. Het was hartstikke leuk. Het zit er zomaar in één keer op. Daar hebben we een heel jaar naartoe gewerkt. Maar het liep gewoon hartstikke goed. Vlekkeloos, kun je wel zeggen. En de kinderen zijn echt zo talentvol. En die hebben dat echt kunnen laten zien hier in het theater, de speeldoos. Het was echt leuk om te doen. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het een fantastische show, wederom. Geweldig genoten. Het brok in mijn keel soms. De opbrengst van het concert van maar liefst €4.000 komt geheel ten goede aan de stichting Het Vergeten Kind. Dit was het DBC Nieuws voor deze week. De redactie wenst iedereen veel ijsplezier. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.